Andy. Maar toch, ook dat is weer een wolkenschaap. Ik vind het een van de BMW's. Dat we al die dagen hebben die vandaag hier meegemaakt. En ik wil het nog heel graag even laten horen ook. Ik kan me dat goed voorstellen, die chique auto. Maar met een mega sportieve uitstraling. Mooie BMW, de M3 tegen de Mercedes. Ook als je ze stationair wil draaien, het mooie donkere gewempel van de cilinders die zometeen hier flink aan het werk moeten. De lunch, ik heb hier gehoord, waar stond de Ferrari met lunchcontrole, wat zo dadelijk, hoe is het bij jou? Langzaam maar zeker worden de mooie man tussen de Mercedes en een prachtige BMW in een hele bescheiden kleur, maar wel in een hele mooie uitvoering. En die zal langzaam maar zeker de camera's draaien in de auto. En hoe? We gaan weer naar voren. Hola! De instructies worden gegeven. Het zijn serieuze blikken uit de ogen van de twee coureurs die dit moeten gaan doen. En we zijn over! Het is een mooie race. Voor die BMW, terwijl de Mercedes toch nog een klein beetje inloopt. Het is zaterdag, alles mag. Met een volle grijs, dat wil ik wel horen voor de 13 minuten meer. En hij heeft er. De BMW M3. En dan krijg je hier voor de spanning van de vlaam van de kerk. Waarin hier het doel moet gaan halen. Ik doe nog veel te maken.